40 jaar geleden dat de sporthal is opgericht. Er zijn toen een heleboel vrijwilligers bij betrokken geweest. Een aantal die nog leven hebben we hier bij elkaar gehaald. Om ze toch in het zonnetje te zetten. En om ook met hen vooruit te kijken naar hoe het nu gaat en wat er in de planning zit binnenkort. Eigenlijk is het verhaal van rondom de sporthal en alles wat daarbij kon kijken, begonnen in 1971. En toen werd er met name door Henk Habrake aan de bel getrokken van Jan, jullie zijn nou in Liem komen wonen, maar er is eigenlijk niks. Er is alleen maar een voetbalclub en de KPJ en voor de rest is er helemaal niks. Vooral voor de iets oudere jongeren, die zouden eigenlijk graag zaalsport of zoiets willen doen, is er eigenlijk helemaal niks. Afgesproken dat ik zou proberen om een zaal te regelen en dan zou hij leden gaan werven. En zo is eigenlijk de Liemse volleybalclub ontstaan, LVC. En zo is langzamerhand het verhaal ontstaan om meer zaalruimte en sportruimte te krijgen. Nou, Mario, toen kwam jij in beeld als voorzitter van de KPJ. En wat gebeurde er toen? Toen werd er langzaam maar zeker steeds meer geroepen van er moet echt een sporthal komen. KPJ groeide als school, LVC groeide als school. En dan waren er nog wel andere potentiële gebruikers. In 1976 is er toen een comité vanuit de organisaties ontstaan om bij de gemeente te lobbyen om een sporthal te krijgen. En toen is er eigenlijk garen op de klos gekomen. En is er ook in de gemeenteraad, nadat eigenlijk altijd hooguit 6-5 was om tegen een sporthal te zijn, toen gekeerd naar een 8-3 of een 9-2 meerderheid om een sporthal te bouwen. De weerstand bij de politiek en in het dorp was vooral gebaseerd, dat is veel te duur voor Liem. Want het kost meer dan 1 miljoen gulden in die tijd. Wij hadden 60 hectare bos in Liem, liggen er nog steeds. Maar die zijn toen verkocht van de gemeente aan Brabants Landschap. En daardoor kwam er 1 miljoen in het potje. We niet direct uit de gemeentekast hoeven te komen, maar wat eigenlijk wel ook gewoon van de gemeente was. En toen is echt ook in 1,5 jaar tijd van plannen tekenen tot sleutel afgeven, officiële opening 12 december 81, de sporthal gerealiseerd. Daarom, het ligt er keurig netjes in, het is geen overmaat, maar het was wel redelijk uniek, want meestal waren plaatsen van de grootte van 8.000-9.000 inwoners voordat ze echt een sporthal hadden. En Liem had met 4.000 inwoners toen ook een echte sporthal. Mariet, je was de eerste secretaris. Hoe belandde je toch zo in dat bestuur? Ik had ook al in het bestuur gezeten van de KPJ. En ik neem aan dat ze naar aanleiding daarvan gevraagd hebben of ik in het bestuur wilde komen van Stichting Jeugdbelang. Vergaderingen, verslagen maken, want wat hield het in? Vroeger hadden ze ook nog geen e-mail, dus de verslagen moesten dan thuis bezorgd worden. Schrijven met carbonpapier ertussen? Nee, ik kon wel fotocopie maken. Oh, gelukkig. Het eerste beheerders-echtpaar, ja. Dat waren jullie. Ja. Vertel eens, hoe was dat om te beginnen? Ja, heel moeilijk, want ja, het is een groot gebouw en verenigingen en ja, heel veel schoonmaakwerk. Schoonmaakwerk? Ja, wij deden al het schoonmaakwerk. Er was niemand anders voor. Dus dat was gewoon heel de week ook poetsen. Ja. U poetste mee? Wel eens, ja. Want jullie waren als echtpaar. Nee, het scrobben. De zaal schrobben. Ja. Ik had een baan. Ik had een baan, met de gemeente Liemde, toen de tijd. Oh, je had er nog een baan naast? Ja. Oké. Okay. Dus het kwam allemaal op jouw schouders terecht? Ja, altijd. Ja. Want als je kijkt naar hoe het nu gaat, is er heel veel veranderd? Ja. Ja? Ja, er is veel veranderd. Er zijn meer vrijwilligers bijgekomen. Die hadden wij toen niet. We hadden toen op een gegeven moment wel iemand van de WSD. Die zoveel uren kwam werken. Maar de rest was allemaal voor ons. Alle uren waren gewoon overdag en 's avonds voor ons. En Henk deed dan meestal 's avonds het zaalvoetbal en het volleybal. En dan was ik gewoon thuis binnen. Was er toen al een kantine? Nee. Ik weet niet hoeveel jaar dat die gekomen is. Dat scheelde. Ja, wij hoefden alleen maar koffie te zetten voor de vergaderingen. Was een goede tijd, ja. 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 En veel medewerking had van de gemeente Liemde. Margaret, als je dit verhaal zo hoort, wat denk je dan? Nou, dat er heel veel veranderd is en dat er heel veel hetzelfde gebleven is. Nou, dan ben ik vooral benieuwd naar wat er veranderd is. Ik denk dat wij de beschikking hebben over veel meer moderne materialen voor het onderhoud en het schoonmaken en
Mm-hmm. Ik denk dat er wel een heel groot verschil is. Plus, wat ik net hoor, hier is de kantine bijgekomen. Ja, wij hebben dus de kantine wel erbij. En wat er dus niet veranderd is, gebruikers aanwezig, dan een beheerder aanwezig of een vrijwilliger. Want ik begrijp dat dat ook veranderd is, het aantal vrijwilligers nu. Dat klopt. Wij kunnen aan een viertal vrijwilligers vragen om ons te ondersteunen. En dan word je ondersteund met wat? Alle werkzaamheden. Kijk, hier kunnen we het achterveld al een beetje zien. De binnenkant is de afgelopen jaren een heleboel aan gebeurd. En nu werd het tijd ook voor de achterkant. Eigenlijk is het sneller geweest met het begin van corona, toen er nog wel buitensport mogelijk was, maar geen binnensport. Toen zijn we hier echt pas goed aan gaan trekken. Hier dit pad bijvoorbeeld en nog een heleboel andere stukken. Daar wordt opgeknapt, er komt een hoop verharding bij. Dit wordt voor minder valide toegankelijk om daar op het eind naar het sportveld te kunnen. En daar wordt een heel nieuw sportveld. Kunnen we wel eens gaan kijken. Ja, hier de goaltjes die worden ook vernieuwd. Het sportveld wordt dus helemaal opgeknapt. Nieuw sportasfalt, nieuwe ondergrond. Met beleiding voor verschillende sporten. Handbal, 3x3 basketbal. Er komen twee basketbalpalen op de officiële hoogte. En dan deze pad wordt dan beter geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers, zodat ze achter op het veld kunnen komen, in ieder geval.